Emil Liefdink, jouw eerste basisplaats bij Willem II. Hoe beviel het? Ja, het bevalt natuurlijk goed. Het is een beloning naar harde werken, dus dat bevalt wel goed. Ja. Alleen het resultaat is zonde. Hoe erg baal je dan als je voor het eerst langer dan 3 minuten mee mag doen en dan op zo'n onnodige manier de wedstrijd uit handen geeft? Ja, dat baal je natuurlijk gewoon heel erg. Het is gewoon echt momentopname en gaat er ook gelijk in. En dat is gewoon het is heel erg balen. Had je het idee dat jullie deze wedstrijd hadden kunnen winnen vandaag? Ja, dat hadden we zeker. Het publiek staat er natuurlijk achter. Dus we hadden wel het idee dat we konden winnen. Maar ja, het kan natuurlijk ook de andere kant op gaan. En dat ging het helaas vandaag. Had je ook het idee dat jij meteen je rol in de ploeg vond zoals je die had hopen te vinden? Ja, jawel. Het is natuurlijk wel even wennen. Maar in het trainingskamp hebben we ook 6 minuten gespeeld tegen Gent. Dat ging ook wel prima. Dus dat ging op zich wel redelijk, denk ik. Nou, heb je voor de winterstop heel weinig gespeeld. Ja, 3 minuten tegen Heerenveen, als ik het goed heb. Komt het als een verrassing voor jou dat je nu meteen in de basis mocht starten? Nou ja, verrassing. Ik heb er wel hard voor moeten werken. Dat sowieso. En de training gaat het goed. En wedstrijden met Jong ging ook goed. Dus verrassing. Niet helemaal, maar het is toch een mooie beloning, denk ik. Maar hoe gaat het dan? Dan komt Erwin van der Looy gisteren of eergisteren naar jou toe en die zegt, jij staat in de basis zondag. Nou, het was even afwachten op Freek en Funso, want die waren alle twee natuurlijk geblesseerd. Dus ik heb al wel de hele week met de basis meegetraind, zeg maar. Dus het was al wel een beetje, als zij niet zouden spelen, dat ik wel zou gaan spelen. En dat is ook dus zo gebleken. Tevreden hoe het dan ging, ja, behalve het resultaat, want dat is kloten om het zo te zeggen. Ja, ik denk wel een prima eerste wedstrijd voor mezelf. En nu op naar de volgende. Ja, dat is wel de bedoeling, ja. En dan wel 3 punten pakken. Ja, zeker weten, ja.